We zijn nu met 115 mensen. En dat is eigenlijk zwaar overtekend, want er zijn ook mensen die zich niet aangemeld hadden. Maar dat geeft maar even aan hoe interessant deze bijeenkomst is. Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Joost Buntsma en ik ben directeur van de STOA, wat dat ook verder mogen inhouden. En ik ben jullie spreekstalmeester voor het plenaire deel van deze middag. En ik sta bewust hier aan deze kant. Dat geldt ook voor de andere sprekers die bij het plenaire deel horen. Die moeten ook aan deze kant staan, want anders komen ze niet goed op de video. Dus als je nog gezien wil laten worden, dan moet je hier staan. En wil je dat niet, dan ga je lopen en dan maak je het Stefan heel erg lastig. Zoals gezegd, ik ben Joost Buntsma en het is goed om te weten voor jullie dat ik geboren en getogen Noord-Hollander ben. Dat hoor je. Is dat zo of wat erg? Nee, dat weet ik al en daar schaam ik me helemaal niet voor. En als ik dan nog zeg dat ik Beverwijk woonde, dicht bij Hoogovens, dan kun je dat helemaal een beetje plaatsen. Maar waarom zeg ik dat? Omdat dat dicht bij de kust ligt. En ik ging vroeger altijd met mijn moeder naar het strand. Mijn vader die werkte. Dus mijn moeder nam me mee naar het strand. En dan was er niets leukers dan zandkasteeltjes en dijkjes bouwen. Dus als je zoekt naar de drijfveer van mij om dit soort werk te doen, dan is dat mijn drijfveer. En ik kan me nog vakanties herinneren waar het pijpenstelen regende in een tentje. Nou, dan moet je gultjes graven. Nou, van de 5 kinderen was ik degene die dat deed. Dus nou ja, dan weet je ongeveer wie je voor je hebt. Ik moet vragen van de organisatie, een beetje om een indruk te krijgen, ook voor jullie zelf, waar we allemaal vandaan komen, wat onze achterban is. STOA staat voor de waterschappen, dus ik begin bij de waterschappen. Wie is er van de waterschappen? Steek je vinger even op. Kijk, dankjewel. Rijkswaterstaat. Dat zijn er dus ook nog een paar. De waterschappen in de meerderheid. Dat is ook wel eens leuk om te zien. De universiteiten en de TO2-instituten. Ja. Het bedrijfsleven. Kijk. Dat is wel de grootste groep. Als ik het, of die kan in ieder geval duidelijk concurreren met de waterschappen. Overig. Ja, het leger, jongens. Het leger is er ook bij. Heel goed, mannen. dan hebben we natuurlijk ook onze Belgische gasten. Die zijn er ook. Willen die even hun hand opsteken? Kijk, ook toch een hele mooie groep. En dan eigenlijk misschien wel de belangrijkste vraag. Ik heb zelf in Delft gestudeerd en daar ben ik rete trots op. Wie is er vanuit de Delft afkomstig? Kijk, jongens, ik ben er helemaal blij mee. Helemaal goed, helemaal goed. Overig, ja. Nou wil ik jullie eerst wat laten zien. Want ja, van dat dijkjes bouwen en giltjes graven. Ik moet de vorige hebben. Wacht even, de andere. Sorry jongens. Dit had ook een filmpje moeten zijn. Maar hij draait niet. Maar degene wie het vak een beetje bijhoudt, weet eigenlijk al wat dit is. Al was het maar omdat het heel vroeg in de ochtend gebeurde.
Dit is de bezwijkproef van de Leende de Boerspolder. En toen die van start ging, toen heb ik gezegd dat dat de droom was van elke civiel ingenieur om gewoon een echte dijk te laten bezwijken. Nou was dit, ja ik zeg een dijk, maar het was maar zo'n klein lullig dingetje. En dan is deze, is natuurlijk, die draait wel, dat is natuurlijk wel even andere koek. Ook degene die het vak bijhouden, vorige week gebeurt POV, macro-stabiliteit. Maar ik zeg er ook gelijk bij, dit is eigenlijk niet een echte dijk, hè, want die hebben ze speciaal gemaakt. Dus wat dat betreft vind ik dat er voor ons vandaag ook nog wel kansen liggen. Maar het is wel heel veel groot geweld. We hebben, een plenair programma van ongeveer een uur. En dan daarna gaan we in drie keer groepen uiteen. En het programma daarvan die vind je in je programma. Die staan verder, die laat ik even kijken. Dit is de eerste presentatie van het plenaire deel. Dit is de tweede. Dit is de derde. En dan gaan we naar de plenaire sessies en dan sluiten we af met een drankje. Ook heel erg belangrijk, hè, om elkaar onderling te zien en te spreken.